Tour operators en andere ondernemers die getroffen worden door de maatregelen met betrekking tot het coronavirus kunnen door de regering ondersteund worden. Dit maakte minister Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme gisteren bekend op de persconferentie van de overheid. De bewindsman zegt dat de autoriteiten er nog niet helemaal uit zijn op welke manier de steun zal geschieden. De regering bekijkt verschillende mogelijkheden. Er is gesproken over mogelijkheden, financiële incentives onder andere. Eventueel dat er vanuit het ministerie van Financiën een tax holiday kan worden gegeven voor een bepaalde periode. Of dat er andere financiële dingen als belastingvoordeel, belastingkorting voor loonbelasting en dat soort dingen. Ik kan er niet op detail ingaan, omdat dat nog niet is besproken met de minister van Financiën. Het zijn voorstellen die we gaan voorleggen. Andere dingen die zijn besproken zijn bijvoorbeeld dat er een oproep via de centrale bank wordt gedaan naar de banken om ondernemingen die een lening hebben of een hypotheek hebben, dat zij uitstel van betaling krijgen. Dat is ook een welkome maatregel om hen te ondersteunen. Maar zoals ik zeg, er zijn vele dingen besproken. We gaan dat meenemen om met het ministerie van Financiën verder te bespreken. Tsang zegt verder dat zijn ministerie heel serieus omgaat met de klachten over prijsopdrijving. Samen met de kleine winkeliers en de importeurs wordt nagegaan op welke manier dit kan worden tegengegaan. De initiële gesprekken met de winkeliers, daaruit hebben we kunnen ontdekken dat zij in feite veel duurder hebben betaald voor de inkopen. En voornamelijk voor bepaalde dingen als basisgoederen waar er de prijzen zijn gegarandeerd, is dat niet mogelijk eigenlijk. Er zijn beschikkingen waarbij de prijzen zijn vastgesteld. We hebben in ieder geval de bonnen opgevraagd. Voor nu hebben we gezien dat de meeste winkeliers zich wel houden aan de maximale winstmarge. En dat wordt inderdaad verder uitgezocht waar dat is. Is het bij de tussenhandelaar? Is het bij de importeur? Maar het is overweldigend, de klachten die binnenkomen. En we nemen allemaal serieus, maar zoals ik zeg, de winkeliers werken allemaal mee om prijsopdrijving tegen te gaan. Want zij hebben zelf ook aangegeven dat zij de eerste lijn zijn naar de consument. En het heeft ook ervoor gezorgd dat elke keer wanneer ze open gaan, worden ze of overvallen, overrompeld door klanten. Of ze worden uitgescholden vanwege de prijzen en dat maakt ook dat zij liever de deuren sluiten. Dus het is een wisselwerking. We kijken naar de mogelijkheden om de prijzen samen met hun, ook met de importeurs, omlaag te brengen. Minister Stefan Sang van Handel, Industrie en Toerisme gisteren op de dagelijkse regeringspersconferentie. Hij verzekert dat de overheid de ondernemers niet in de steek zal laten.